Bekend wie de lijsttrekkers zijn van de PVV in Lelystad en op Urk. Beide plaatsen doen in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En opvallend is dat beide lijsttrekkers nog wel aan de jonge kant zijn. Ik ga erover praten met Ingrid Kupers. Ingrid, ja, wie zijn deze mannen? Ja, in Lelystad gaat het om de 25-jarige Ashwin van Stormbroek. En op Urk is het Hendrik Wakker. En hij is nog jonger, hij is namelijk 20. Nou, uh, uh, in Lelystad, inderdaad, zoals je al zei, de PVV doet voor het eerst mee. En uh, Van Stormbroek die is al sinds 2009 actief voor de landelijke PVV als vrijwilliger. Mm -hmm. En nu kan hij dus als politicus de gemeenteraad in en uh, voor deze partij en hij grijpt die kans dan ook met beide handen aan. Nou, ik vind de vrijheid van meningsuitingen, die is nu in het geding. Je ziet dat Lelystad verandert en dat Nederland verandert. En nu is er dan een kans op om op 21 maart ook wat te gaan doen in Lelystad. En daar wil ik graag een mijn steentje aan bijdragen. Heeft u ervaring in de politiek? Nee, helemaal niet. Nee, duidelijk. Maar u heeft er wel zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg gedreven met al die andere helden die op de lijst staan. En uh, we hopen gewoon op een hele mooie uitslag op 21 maart. Maar waar heeft u dan precies zin in? Wat verwacht u ervan, van het raadswerk? Nou in, ieder geval, nou, in ieder geval die kloof te verkleinen tussen de inwoners en de politiek. Die is nu enorm in Lelystad. Wij willen echt het gesprek aangaan met die inwoners, de wijken in. Want de inwoner die, die mist een, Lely, een PVV in Lelystad. Nou, daar willen wij iets aan gaan veranderen. Ja, dat klinkt heel leuk. Alleen alle partijen zeggen dat natuurlijk. Hè? En de realiteit is dat die kloof toch nog steeds wel gevoeld wordt. Ja, dat klopt. Maar dat roepen alle partijen. Maar de, de gevestigde orde hier in Lelystad heeft er de afgelopen jaren weinig van gebakken. Nou, en wij hopen dat wij daar daadwerkelijk wel wat kunnen gaan doen. En wij gaan dat ook echt doen. Ja, maar op wat voor manier dan? Nou, wat ik net al zei, wij willen echt met die mensen het gesprek aangaan, de stad ingaan, wij willen de wijk ingaan en echt het verhaal luisteren, horen van die mensen. Hoeveel zetels hoopt u te gaan halen? Nou, over zetelaantallen ga ik niks zeggen. Maar we zijn duidelijk geweest: wij willen de grootste partij worden in Lelystad. En op 21 maart zal blijken met hoeveel zetels dat zal zijn. Ja, dan doet de PVV dat dus voor het eerst mee. Zijn er al programmapunten bekend? Het uh, programma punten wel. Het programma zelf nog niet. Het zijn natuurlijk sowieso de punten die de partij van Geert Wilders altijd benadrukt. Die je ook in Lelystad weer terug zult horen. Maar specifiek voor Lelystad wil de PVV het betaald parkeren afschaffen. Hm. Ze willen minder bureaucratie voor ondernemers. Zodat die uh, uh, makkelijker dingen kunnen gaan doen in het stadshart. Om dat te verlevendigen. En uh, ze willen onder meer de subsidie voor de Agora stopzetten. Oh. En hoe zit het dan op Urk met lijsttrekker Hendrik Wakker? Ja, daar vallen twee dingen op. Eerst is natuurlijk zijn, zijn jonge leeftijd, 20, wat ik al zei. Ik heb Hendrik Wakker in de afgelopen weken een paar keer gesproken. En hij zegt dat hij verwacht dat een aantal van zijn plaatsgenoten in ieder geval wel geschokt zullen zijn... dat hij met zo'n jonge leeftijd in de gemeenteraad gaat zitten. Het is overigens niet uniek in Nederland, die leeftijd, maar het, het blijft wel vrij bijzonder. Mm -hmm. Het tweede punt is wat opvalt op Urk, en dat is wel echt een ding... Uh, Hendrik Wakker staat in zijn eentje op de kieslijst. Hij is dus de enige kandidaat en dat is wel heel erg uniek, maar niet zo heel erg handig. Dat zei Jean Bell eerder deze week uh, bij ons in de uitzending. Uh, John Bell is van het Pericles-instituut en dat uh, traint uh, lokale en provinciale politici. Als je in een gemeente waar je toch eigenlijk een uh, partij van formaat was bij de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen, maar één kandidaat komt vinden, dan komt dat niet heel sterk over. Ja, maar dat betekent dus ook dat eigenlijk het succes uh, van de partij op Urk afhangt van één persoon in dit geval? Klopt. Er rust heel veel vertrouwen op de kandidaat van de PVV. Ja, maar hoe groot is de kans dat Urk meer dan die ene zetel binnensleept? Nou, dat is zeker niet ondenkbaar als je kijkt naar hoe er gestemd is. Door de Urkus tijdens de landelijke verkiezingen op de PVV. Mm -hmm. Dan zou er zeker wel een tweede zetel voor de PVV inzitten. Maar Hendrik Wakker, uh, die uh, zei van: Nou, ik vind dat allemaal niet zo'n punt. Want mijn inschatting is dat er maar één zetel gaat komen. Uh, mocht, dat, mocht hij ongelijk hebben en er dus inderdaad wel een tweede zetel komen. dan wordt daar een ingewikkelde rekenmethode op losgelaten. op de uitslag van de verkiezingen. Mm -hmm. En dan uh, kan die zetel die eigenlijk dus voor de PVV is Naar elke willekeurige andere partij gaan. En uh, um, ja, dan zijn die PVV-stemmen dus eigenlijk verloren. Oké, okay. nou, we zullen het weten in maart. Dus dankjewel, Ingrid Kuppers.